Jongens, vandaag ga ik een ultieme meisjesdroom uit laten komen, want ik mag gewoon winkelen in een mega grote winkel. Okay now, brothers and sisters. This concludes our meeting this evening. Wat we vandaag gaan doen is dat we met Saks OFF 5TH, en ik kende dat persoonlijk nog niet, maar dit is dus net geopend in Amsterdam in december. Voor wie Saks kent in New York, het idee is dat dit soort van de outlet heaven is in Amsterdam. En in Rotterdam zit er ook eentje. En hier kun je dus allemaal designermerken krijgen tegen gemiddeld 60% korting. Wat ik jullie vandaag wil laten zien is hoe je dus op een hele fijne, overzichtelijke manier designer items kunt kopen voor een veel lagere prijs. Ik ben nog sneller dan normaal aan het praten, omdat ik een paar schoenen heb gezien die ik vet graag wil. En ook al is er niemand, ik ben toch bang dat ze weg zijn. Mijn eerste tip is dat we gaan beginnen bij de schoenenafdeling. Want jullie weten hoe groot mijn liefde is voor schoenen. En de schoenenafdeling is hier. Wat heel fijn is, wat ik net al zag, is dat alles op maat ligt. En in principe is het idee dat alles al in de winkel staat. Dus het is niet zo dat je nog hoeft te vragen van hebben we dit nog in een andere maat. Dit zijn cassadais. Jennifer Lopez draagt deze heel vaak. Ze staan bekend om deze mooie hak. En deze jongens zijn €199 op dit moment. Ze waren €610. Hier heb je Louboutins. En die waren bijna €1000 en die zijn nu €400. Kijk, deze jongens. Hier ben ik heel enthousiast over, want deze heb ik aangehad bij Holland's Next opnames. En toen wilde ik ze hebben en toen was het een sample. Dus ik kon ze niet kopen. En deze zijn in plaats van €800, €369. Heb jij dit gedaan? Ja, hè? Kom maar. Zo, waar lag het? Oh, hier. Nee, het lag hier. Nee. Nee, nee. Wat me al opvalt is dat je gewoon alle prijskategorieën heb je. Dus ook bijvoorbeeld hier, €49. Steve Madden, dat is echt superleuk. Dat is normaal, is dat hartstikke duur. Ik denk dat ik qua schoenen heb ik echt even een soort van alle mooie eruit gehaald. Dan gaan we nu we de onderkant hebben, gaan we door naar de kleding. We beginnen hier. Dit is dus de damesafdeling. En wat heel erg opvalt is dat alles ligt op merk. Dus je hebt alle merken zie je hier bovenop. Dat is heel chill. En dan heb je ook bijvoorbeeld outerwear heb je daar met allemaal jassen. Je hebt hier lange jurken. Ik zie heel veel partydresses. En wat mijn eerste tip is, wat ik zelf altijd doe bij dit soort situaties, is dat ik dus niet per se afga dat ik al die rekken langs ga. Maar wat je eerst doet is scannen op leuke printjes of leuke materialen. Deze valt me bijvoorbeeld heel erg op. En mijn andere tip is dat ik gewoon echt nooit naar de maat kijk. Voor kleding maakt het me echt niet uit of iets maat XS is of XL. Tenzij het echt een broek is of zo wat heel erg moet passen. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Ik kijk dus nu niet welke maat. Maakt niet uit. We zien het zo wel, want je kunt alles opknopen. Oh, een Celine shirt. Vind ik dit leuk? Dit is een soort van 8 keer mijn been, maar een mega flared Gucci denim. En volgens mij is het ook mijn maat. Ja, dit wil ik 100%. Dit is echt top. Kijk, deze twee. Wat soort van helemaal geweldig is. En deze waren €4,17 en nu €149. En dit is gewoon zijde, dus daar ben ik altijd heel blij mee. Dan is de volgende tip dat je moet gaan spelen met materialen. Dus als je bijvoorbeeld een outfit samenstelt, dan is het heel fijn als je een bovenstuk hebt wat bijvoorbeeld wol is. Als je dat combineert met leer. Hierbij, dit is wel een voorbeeld van iets wat wel echt op maat zou moeten. Maar deze zou ik nog kunnen laten innemen. Maar hoe cool is dit? Oh, een metallic shorts. En dit vind ik echt heel schattig. Maar misschien net niet voor mij. Maar ik weet dat dit wel echt. Kijk nou, het zijn allemaal gummy bears. Hè? Huh? Nee, het is een gummy bear. Een gummy. Oh, Thijs heeft gelijk. Het is een ballon. Oké, is goed. Kijk, van Dolce weet je bijvoorbeeld dat het altijd hele vrouwelijke ontwerpen zijn. En dat hun jurken zijn super flatterend. Ja. Oké, ik heb het. Dan gaan we door naar mijn volgende tip. En dat is dat je bij de mannenafdeling moet gaan kijken. Want bij de mannen hangen vaak dingen die gewoon net wat stoerder zijn. Als je een wit shirt wil, zou ik altijd voor de mannen shirts gaan in plaats van een vrouwen
vrouwen-t-shirt, dus deze nemen we mee. Kijk, hoe leuk is dit? Dit is top. Dit moet ik. Oh, deze kan je... Oh, dit is reversible. Kijk, bijvoorbeeld zo'n jas is voor nu iets te warm, maar ik neem het even mee om gewoon te passen. Maar dit kan echt een hele leuke jas zijn voor een vrouw. En dan kan je gewoon zeggen dat je het voor je vriend hebt gekocht, maar dan heb je het stiekem voor jezelf gekocht. Even voor het overzicht ben ik dus nu van het rek wat ik heb geselecteerd, doe ik even alle jurkjes bij elkaar en alle onderkanten bij elkaar en alle bovenkanten bij elkaar. Want dan kan ik makkelijker de outfits selecteren. Ik heb denk ik de leukste items van de hele winkel. Alright, en nu gaan we passen denk ik. Smoking, I pouring up. Keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood. In my hood, we call it book. Everybody wanna bow. I let brows at the mall. If he up, watching fouls. I can fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas. I can fuck with y'all. Bitches all up in my business. I can fuck with y'all. Industry of counterfeits. I can fuck with y'all. Taking off when you landing. Bitch niggas gonna throw tantrums and I'm dancing. On them stars, the galaxy ain't got room for y'all. Ain't nothing gonna happen soon for y'all. While I'm here and every day I hear your bullshit. Self pity, reason why you never dealt with me. Reason why your girl dealt with me. Hands up in the building, we get busy and say Yup, that's exactly what this sound like. A to the A to the L-I-Y. A-H, give it up two times. They give it right back, don't blow my high. Smoking, I pouring up. Keep that lean up in my cup. Ik ga me nu dus hier inschrijven voor de newsletter. Want je krijgt dan 10% korting op je eerste aankoop. En ik hoorde dat er allemaal designer sales zijn. Dus dan krijg je nog meer. Yes, got it. Hier heb je dus Walhalla van allemaal tassen. Het enige wat ik zag was dat er in de etalage zag ik allemaal vintage handtassen. En ik zag heel veel Stella McCartney tassen. Al deze jongens. Dit is een soort van voor vegans. Want dit is natuurlijk vegan leather. De holy grail van de tassen. Deze zijn dus normaal 800 en nu 549. Oké jongens, dit was het. En ik ben echt super positief verrast. Want ik ben altijd een beetje, klein beetje bang voor outlets, omdat het zo overwhelming is en er is zoveel. Maar ik heb echt de mooiste dingen gevonden. En ik denk het fijne is, als je een klein beetje houdt van collecties die misschien ooit wat extravaganter waren, dan vind je die hier. Maar ook dus alle leuke basics. Ik zet alle informatie even in de link in de beschrijving hieronder. Daar vind je ook alle openingstijden, alle locaties. En als jullie vragen hebben, let me know. Als jullie styling vragen hebben, let me know. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Bye bye. Okay now, brothers and sisters. This concludes our meeting this evening. Dansen met de wind. Maar het is part of the outfit.